eigenlijk. Op het moment dat je krijgt een broodje eten boven en time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Een hele goede morgen mensen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog van vandaag. Mijn naam is Isaac Langendorf en het is vandaag donderdag 25 juni en dus ja, vandaag een lekker rustige dag. Het is toch van vrij iets. Maar goed. Ja, dus het is nog een lekkere nieuwe dag voor mij. Dus ik zou zeggen allemaal, oh ja, vergeet zeker niet op mijn Instagram of Twitter te volgen. Linkjes zie je onder in de beschrijving. Alle linkjes ervan. En dan zou ik zeggen aan mijn mensen, maak er allemaal een toffe dag van. En tot straks ergens. Oké, dat is weer lekker buiten. Echt heerlijk eventjes. En ik ben binnen en dan ga ik even wat dingetjes doen. Dus ja. Wat een beetje rust is gewoon lekker nu. En lekker een chillen dag. Ik ben een beetje vrij om in de vlog te maken. Dan moet ik echt even vrij uit. Want dit is niet zo fijn, lijkt mij. Ik maak er niet veel uit, maar het is ook fijn om dingen te denken, dingen ervoor te bedenken. Ik denk dat het is het half begin augustus vooruit, dus dat is wel fijn. Maar goed, ik ga even kijken op Twitch. Weer allemaal op Twitch zitten. Ja. Dat een beetje normaal. Goed, mensen, ben we klaar alles. Nu is het niet even wat uploaden. Dus, ja. Dat een beetje een beetje bakken eten. Dus voor de rest gaan we het zien. Ja, voor de rest zien we het allemaal gaan doen vandaag. Moet je langs zijn dat ik er weer heb. En mijn lunch. Dus ja. Ik geef het net door om de tent even door te vullen. Ja. Ik geef het gewoon even rustig. Eigenlijk. Op het moment dat je krijgt een broodje eten boven. En ja, ik heb het gekeken ondertussen, dus dat is zeker beter tot nu toe, dus we gaan wel even rustig een dag van maken. Oké, mensen, we hebben een locatie genomen en natuurlijk dit maanden. Goed. Dus ja. Dan is het een lekkere dag verder van mij. Een beetje gechilled, een beetje relaxed gedaan. Als dingen een beetje. Dus. Ja. Dus gaan we gewoon even een beetje rustig gaan doen. Zullen we even goed kijken of we een beetje kijken? Ja, dat komt omdat hij niet aanstaat, Oké, mensen, ik heb een lekker koffie op. En het heeft lekker koffie en boven lekker dacht ik eventjes. Echt, boven is echt niet te houden. Heel goed doen, we zitten de airco weer aan en zo. Zo, het was echt lekker even, even lekker schat na. De plastics op. Dus ja. Dan gaan we gewoon zien op wat ik nog ga doen en chillen. Dus we gaan even de klok afkijken. Dat we iets eventjes in een lekker buiten zitten. Dat het een beetje koeler is. Morgen weer een lekker rustige dag. Zaterdag was weer werken. Dat goed werken zaterdag. Dus we hebben twee vrije dagen. Toch een klein mini-vakantietje, een weekendje gehad.
Ik heb lekker koffie voor mezelf. En ik heb nu ook weer net een slag weer een filmpje aangemaakt. Linkje zie je natuurlijk hieronder in de beschrijving als het zover is. Of nu eventjes hieronder in beeld hier de naam staan. Isaac in het Koorlangendorp. Dus weer heen, dat kan zeker. Isaac in het Koorlangendorp. Ik kan me zeker vinden dat ze leuk zijn en toppie. Wat er ook komt, kom er eventjes op. Daar komt er in de informatie niet op. Er komt nog video's op. Dus een beetje als Instagram stories. En wel anders qua linkjes. Dus vind je het leuk om te zien? Ja, zeker weten onder de comments. Dan gaan we zeker bekijken deze pagina. Isaac en het kon lang door. Sorry. Ik ben in mijn eigen inwoner zeggen, maar goed. Ja, dat is een beetje. Dus dan ga ik zeggen, binnenkort komt je nog op mijn om mijn benen te staan. Beetje hetzelfde ben er een beetje als Facebook, Twitter account natuurlijk, ook gewoon dezelfde kleuren, een beetje hetzelfde idee achter iets. Oké, mensen, ik heb vandaag een lekkere dag gehad. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag. Echt, gaat het om, daarna gaat het onweer gegooid. Dus echt nog geen zorgen om. Dus ja, ik hoop dat het programma je leuk vond. Zo ja, een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Zie ik je morgen als een nieuwe vlog. Om 18 uur een nieuwe hele video. Oh, geef zeker om te kijken naar mijn Facebook pagina. @ Isaac. Dan vind je graag even Isaac. S-A-A-K. En dat is ook lang onder de rug. Maar we kunnen kijken over de naam van het programma. Maar goed. Dat zeggen mensen. Tot de volgende.